en de 50-jarige duo-reder en vreemdeling Jamal Hussein, die in de avond van zondag 30 januari aan de Indira Gandhiweg betrokken is geweest bij een aanrijding met een auto, is door de opgelopen letsels ter plaatse komen te overlijden. De politie van het bureau Rijsdijk reed na de verkregen melding van het Command Center naar de locatie voor het instellen van een onderzoek. Daaraan gekomen werd het levenloze lichaam van de duo-rijder op het wegdek aangetroffen. De arts werd ingeschakeld en hij stelde de dood van Hussein vast. Zijn lichaam werd in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het rijbewijs van de autobestuurder is na overleg met het Openbaar Ministerie ingevorderd.